Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent tassendrager van de heer Rutte te blijven. Mevrouw Hermans. Voorzitter, precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt. Ja. Meneer Wilders, zullen we het gewoon het debat gewoon voeren op de inhoud? Nou, voorzitter, ja? Ik ga van mijn eigen woorden. Ik heb niets verkeerds gezegd. Ik mag een vraag stellen. Ik kan het ervan vinden of niet. Ja. Voorzitter, ik zou dit graag nader willen toelichten. Kijk, ik vind u nog steeds... Wacht, meneer Wilders, mevrouw Hermans wil erop reageren. Ze is zover dat ze wil op reageren. Gaat uw gang. Ik wil hier heel graag op reageren. Ja. Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen. En ik... Dat is wie ik ben. Dat doe ik met een open blik en open vizier. En ja, dan kunnen we van mening verschillen, meneer Klaver. Mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen. Ook met u, meneer Wilders. En ik vind het prima om op de inhoud dat debat te voeren. Maar alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon. Meneer Wilders. Ja, voorzitter, het was een rake vraag, zo te zien. Kijk, u bent wat mij betreft nog steeds, ik mag mijn mening geven, u bent nog steeds die tassendrager en die assistent. Meneer Wilders. Voorzitter. Ik mag dat voorzitter zeggen, want wat doet u? Meneer, ik heb geen verkeerd woord gezegd, ik heb gezegd wat ik vind. Meneer Wilders, zou mijn zin graag willen afmaken. Mag ik licht dat toe. U komt niet met één idee over wat u met de koopkracht met mensen zou willen doen. U komt met nul ideeën. U stelt alleen maar vragen aan de premier. Ik heb vragen aan de premier. Kunnen we nog wat doen? Als u echt een fractievoorzitter was geweest, dan had u tegen de premier gezegd, Mark, meneer de premier, nu is het genoeg. We stoppen met die miljarden die we besteden aan stikstof en klimaat. We gaan niet weer iedere keer opnieuw miljarden per jaar aan asielzoekers geven. Dat zijn de verkeerde prioriteiten. Dat doen wij niet als VVD-fractie. Ik wil nu dat we daarmee stoppen en een deel gaan geven aan de koopkracht van de Nederlanders. Dan bent u een fractievoorzitter. Wat u doet hier, u staat hier. Ik twijfel niet aan dat u goede bedoelingen heeft, meegegeven aan u. Maar u stelt alleen maar vragen. U moet hem corrigeren. U moet zeggen, geen geld naar asiel, geen geld naar klimaat. Nu, onze mensen, ook de middenstanders, ook de mensen met een modaal inkomen die op de VVD stemmen. U laat ze in de steek. U luistert alleen maar naar hem en daarom bent u de tassendrager van de heer Rutte. Voorzitter, ik ben een fractievoorzitter van de VVD. Ik heb hier een inbreng namens de VVD. Ik heb vragen aan het kabinet. En wat u wilt, is dat ik uw wensen, uw eisen, uw dictaat opleg aan het kabinet. Dat ga ik niet doen. Ik weiger om meer geld uit het klimaatfonds op dit moment te halen, omdat ik ook onafhankelijk van Rusland wil worden. Ik weiger om nu aan het stikstoffonds te komen, omdat ik wil dat we perspectief bieden aan de boeren. En ik weiger nog een heleboel meer dingen van de absurde suggesties die u net deed. Ik stel mijn eigen vraag, ik ga over mijn eigen inbreng. En wat ik wil, is dat wij kijken, dat we met z'n allen hier samen zoeken naar een meerderheid. En ik heb al lang opgegeven dat u de verantwoordelijkheid wil nemen om daaraan mee te doen. Want dan zou u ook eens een keer een pijnlijke maatregel moeten nemen. Wat ik wil is dat we hier kijken of we met de meerderheid van de Kamer tot een paar voorstellen kunnen komen waarmee we nog dit jaar iets kunnen doen aan de koopkracht voor mensen. En ik realiseer me daarbij ook dat ik eerlijk moet zijn dat we niet alle problemen op kunnen lossen. Dank u wel. Er zijn een aantal collega's die nog wilden reageren. De heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, in dit huis moeten we heel scherp met elkaar de degens kruisen. En ik ben het regelmatig met mevrouw Hermans, ben ik het volstrekt oneens. En ik kijk ernaar uit om dat straks dat debat voor te zetten. Maar zoals ik vind dat niemand hier beoordeeld moet worden of zijn vader of moeder is geboren in een driftgebergte, of welke huidskleur je hebt, vind ik ook dat iemand hier niet beoordeeld moet worden op wie zijn vader iemand is, of die nou prominent bij de VVD is geweest, of voor welke persoon je in je vorige carrière hebt gewerkt. Hier staat een individu, die staat voor haar idealen, die strijdt daarvoor. En ik vind dit echt buiten alle perken en ik distancieer me hiervan. Ik vind het belangrijk om te zeggen, ook als lid van deze oppositie. Ja. Omdat ik namelijk hard het debat wil kunnen voeren, zonder dat dat gevolgen heeft voor persoonlijke relaties en hoe je met elkaar omgaat hier. Ik vind dit onacceptabel. Dank u wel. De heer Paternotte.
Ja, voorzitter, we hebben hier laatst een debat met elkaar gehad over omgangsvormen. De heer Wilders deed daar niet aan mee en vond het blijkbaar niet de moeite waard. Maar Nederlanders hebben er helemaal niets, geen zak aan. Dat hij hier met beledigingen het debat probeert te voeren in plaats van het echt te willen hebben over wat wij hier kunnen doen voor Nederlanders. Dus ik distancieer me daar ook van. En ik zou ook willen zeggen, laten wij in dit debat niet meewerken aan beledigingen. En als iemand daar toch behoefte aan heeft, ga alsjeblieft zitten. Heer Heerma, CDA. Ja, ik wil me daarbij aansluiten. Het debat van de omgangsvormen, dat ging over het feit dat we het niet op deze manier het debat moeten voeren. De aantijgingen van de heer Wilders zijn ten eerste onterecht. Maar daarnaast is het in algemene zin is het gewoon echt... Als de heer Wilders zelf een vent was, zou hij hier komen staan. Zou hij zeggen, zou hij zijn excuus aanbieden. Zou hij zeggen dat het geen pas geeft om in dit debat zo op de man of op de vrouw te spelen. En zou hij zelf zijn manier van debat voeren even op een wat waardigere manier doen. Want dit heeft geen enkele pas en is zeer onterecht. Dank u wel. We gaan het debat weer vervolgen op de inhoud. Ik geef weer het woord aan mevrouw Hermans.